Zo, beste vrienden, hier zijn we weer. Oefening 5. Oefening 5 gaat op dezelfde manier, of de opgave is hetzelfde als bij oefening 4 en oefening 3. Voor oefening B ga ik het mezelf makkelijk maken, want deze staat in de cursus op pagina 7, dus die kan je daar terugvinden. Voor oefening E moeten we even opletten, er zijn geen haakjes. Er is wel een breuk, dus we gaan starten met de hele oefening te vermenigvuldigen met het kleinste gemeenschappelijke veelvoud, dus in dit geval gewoon 2. Ik wil ook nog wel even aanhalen dat hier pi in staat. En pi is een letter die een gekend reëel getal voorstelt. Dus mag je niet beschouwen als een onbekende. Pi kennen we wel degelijk. Ik ga alles vermenigvuldigen met 2. En dan krijg ik πx plus 6 is min 2x min 2π. Alle termen in x naar het linker dit. Je ziet hier nu dat dit niet zomaar makkelijk op te tellen is met elkaar. Het enige wat ik hier kan doen, is deze gemeenschappelijke factor x buiten haakjes brengen, zodoende dat ik een coëfficiënt van x heb. Dus ik krijg hier pi plus 2x. Het rechterlid blijft exact hetzelfde. En nu kan ik delen door deze coëfficiënt van x. En dit is dan ook mijn oplossing. Ik wil nog heel even aanhalen. Dit kan je niet vereenvoudigen. Je zou hier enkel kunnen vereenvoudigen als ook hier nog. Als dit ook nog een veelvoud van 2 was, dan zou je elke term hier door 2 kunnen delen, maar dat is dus niet het geval. Want dit is dus min 2 op pi gedeeld door pi op 2 en min 6 gedeeld door pi op 2. Dus dit is het eindresultaat. Hopelijk is het u gelukt.